Ben je 5,5 jaar pas prof, hé. Ja. Dat is niet normaal. Dat is zo hard. En nou ben je gewoon topscorer. Dat is toch ongelooflijk, hè? Ja, ja. Is goed, man. Kom eraan. Amigo! Hey man. Hoe is het, vriend? Goed. Ja, goed? Nou? Ja, goed. Dat je hier woont, jongen. Ja. Had ik niet van wacht. Nee? Nee, waarom? Heracles, Almelo is toch wel een eindje, toch? Nog? Ja, ja, sowieso. Maar ja, het is ook weer een stukje dichter bij België en zo. Ah, yeah. Mijn vrienden, familie, is toch gemakkelijker, hè? Oké. Okay. Woon je alleen hier? Nee, mijn vrienden. Oh, oké. Okay. Hoe dan? Oh, shit. Even tekenen, hè? Ja. Tuurlijk, mooi. Ik zal even stoppen. Getekend. Jongen, ja, niemand weet dat jij hier ook woont of zo, hè? Heel stiekem. Ja. Hoe moeten ze dat weten dan? Ja, natuurlijk. Meestal weten ze alles wel in Apeldoorn. Ze willen alles bij elkaar hier. Nee, het is ook gemakkelijk, want ik heb hier onze reservekeeper Michael Brouwer, die woont hier ook natuurlijk. Wat meen je? Ja, serieus. Dus we kunnen gewoon lekker carpoolen. Dat scheelt ook wel. Oh ja, tuurlijk. Kilometer. Stop, dankjewel. Ah, alsjeblieft. Oké, dus en hoe lang is dat rijden dan? 40 minuutjes of zo? Ja, van deur tot deur 40 minuutjes. Ja, ja. Gaat goed, hè? Ja, dat gaat goed. Ja, beschrijf. Ik ben blij. Je gaat lekker. Ja, ja. Topscorer. Ja, ja, nu gedeeld, maar... Ja, ja, met malen. Ja, met malen. Ja, ja, precies. Lekker, man. Jeetjes. Je had dat verwacht, hè? De bestemming bereikt. De bestemming is rechts. Even kijken, hoe gaat dat ding af? Ik heb weer een andere auto, maar... Ik weet niet zo goed hoe die werkt. Dat is wel mooi, hoor. Ben je een beetje van de auto's? Ik ben geen kenner, maar ik hou natuurlijk wel een mooie auto. Dat is sowieso. Mode? Wel oké. Okay. Ik volg het wel, maar ik ben ook niet de man die 1000 euro's uitgeeft aan kleren. Dat ook niet. Nee. Er zijn er anderen in de ploeg, als ik naar kijk, dan denk ik van oef. Ja. Gaat een beetje dat ik al speel, maar te ver. Nee, iedereen doet zijn eigen ding en ja, doet wat hij wil met zijn geld. Maar dat, ik zou niet direct... Ik had er vorige week nog gewoon met Mauro Junior. Ja. Die rijdt dan helemaal naar Roermond om daar Gucci te gaan shoppen en zo. Waar ben je? En, ik zou het niet doen. Ik zou niet helemaal naar daar rijden, maar nee. Als hij het graag doet, dan moet hij het doen. Oké. Okay. Dus hij is echt zo'n mooi mannetje en zo. Leuk, ja, man. Ja. En wie kan zich echt niet kleden, zeg maar? Wie is echt van jullie team? Wie kan zich echt niet kleden? Of van je andere teamgenoten van Utrecht of NAC? ik zou niet onmiddellijk zo iemand weten, maar soms hebben ze van die Balenciaga's aan. Die zijn lelijk, hè? Ja, die dikke, die vind ik echt niet mooi. En dan vraag ik, hoeveel kost dat? Dan denk ik, ja, dan val ik bijna van mijn schoen. Ja, ik zeg het, soms hebben ze wel mooie dingen Balenciaga, maar soms denk ik, nee. De schoen denk ik van... Lekker klompschoenen, man. Lekker zo'n dikke zool. Ja, precies. En de schoenmaat staat erop. Ja. Dus dan zit ik te kijken en denk van, hè? Maar... Anders vergeten ze het in de schoenmaat, hè? Ja. Misschien ook nog links en rechts erop zetten. Oh, maar, joh, wat een gekke zeg. Ja, nee. Ga je het kiezen voor Nigeria, denk je? Die voorzitter had vorige week gebeld. Yeah. En er is wel interesse. Dus we hebben het nog gezien in maart. Het is de WK-kwalificatie, dus nog te zien of ze mij oproepen. Maar er is wel interesse, dat wel. Yeah. Ja, maar wat als België komt dan? Maar die gaat toch niet komen? Ja, waarom niet? Kom op. Ja, je bent topscorer Eredivisie, hè? Ja, 10 jaar geleden. En misschien over 10 jaar, dan word je wel opgeroepen. Maar kijk naar die lichting nu. Ja, waarom niet? Misschien hebben ze wel een goal getter nodig. Ja, je zat hier onlangs met Lukaku. Ja, is Lukaku dat, heb ik in de auto gehad. Maar je kan toch achter hem op de bank plaatsnemen? En Batshuayi en Benteke en Mertens. Geblesseerde en zo. Dat gebeurt altijd, jongen. Ja, maar wat nou als het nou echt wel kan? Geloof je er niet in? Ja, zeg nooit. Nee, daarom. Want het zal toch moeilijk worden. Ja, het wordt ook. Het is ook wel. Ze hebben een geweldige selectie natuurlijk. Ja, niet normaal. Ja, het is goed voor het land dat ze zoveel goede spitsen hebben. Dat ik niet in beeld ben. Het is toch wel moeilijk. Je weet het toch niet. Je bent nog jong. Je bent nog al bij 25. Ja, sinds dit weekend. Hè. Ja, gefeliciteerd nog, man. Dank u. Hé, jij zat ook bij Ding in de auto, hè? Heracles, hè? Ja, die had ook een beetje gedaan, hè? Hebben ze een beetje afgekeken van jou? Denk het wel. Ik zat toevallig te kijken vanochtend even op de computer. Even kijken wat hij allemaal doet. Oh, dat is wel... Ja, en toen zag ik het voorbij komen. Maar ja. Toen ging ik rondjes rijden in Almelo, maar daar ben je natuurlijk ook... Ben je snel uit? 3 keer rondgereden. Is niks waard, hè?
Almelo, ja, het is... Ja, wel, pas op, het is wel leuk, hoor. Ja, 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 ik vind het mooi, het Oosten en zo, land. Echt, ik heb daar bij Twente gespeeld en zo, ik wil daar nu ook niet meer weg. Maar ik vind die kant van het land vind ik echt geweldig. Gewoon lekker normaal, die mensen zijn daar allemaal gewoon down to earth en zo, weet je wel. Nee, precies. En ze hadden me wel gewaarschuwd ook. Ja, na die, we wonnen natuurlijk de derby tegen Twente. 2-3. Ja. Dus ja, dat was al zo'n 7 jaar niet meer gebeurd en zo. Dus ja. We komen terug in het stadion. Ja, meer dan 1000 mensen daar, feest, wij allemaal ja. De stad in. Toen zei ik, oh, ik zeg, dat kunnen ze hier ook wel. Dus, wat zijn je plannen? En wat hoorde ik dan? Kan je erin? Nee, toch? Ja, maar kijk, dat, ja, ik heb het ook gelezen natuurlijk, die jongens in de kleedkamer ook aan het lachen met mij, maar ja, die zijn wel komen kijken, maar ja, jij weet ook dat er nog een verschil is tussen een keer komen kijken en effectief een bod doen of echt interesse of... Ja, maar als ze komen kijken is het al een teken van, anders komen ze niet kijken jongens. Ja, maar ze komen misschien ook voor andere spelers ook nog kijken, hè? Dat weet je ook niet. Dus, Nee, jij bent topscorer van de Eredivisie, ze komen voor jou vriend. Ze willen goals zien in Italië. Ja, dat wel. Dat ja, wel dat één wel. Spits, de rest verdedigen, één spits, goal maken. Voorin blijven wachten. Nou, je hebt niks te doen, oh, dat is spits zijnde. Ja, okay. Ik zweer het je. Dat is wel mooi. Kijk, als jij, zeg maar, in Nederland moet je nog wel eens een beetje terugverdedigen soms, toch? Ja, druk zetten. Maar daar niet. Als jij spits bent en je moet alle kracht moet je sparen voor een goal te maken. Dus als jij daar actie maakt en je verliest de bal, hoef je echt niet erachteraan te rennen. Nee, dat hoort niet. Jij deed dat ook niet? Nee, ik was een middenvelder. Nee, jij moest weer verdedigen ook. Verdomme, ik was in één keer rechtsback, jongen, daar. Dat was niet normaal, bij Inter. Oh, lopen, jongen, meters maken. Dat gaat niet. Dan ben je rechtsbuiten eigenlijk. En dan kom je naar Inter en dan gebruik je ze als rechtshalf. Ja. En als dan de rechtsbuiten van de tegenstander de bal had, moest ik de tweede paal afdekken. Van onze eigen goal. Ja, dat gaat er niet. En dan moet ik ook nog actie maken, 3 man voorbij, voorzet geven of scoren. Ja, kom op, hé. Dat is niet normaal. Het is wel heel veel om te doen, hè? Ja. Dat is heel veel. Is ja, heel... maar Italië zou wel een goede plek voor jou zijn. Ja, een mooi land, hè? Ja. Goh. Ja, het is mooi. En vooral daar, het is dat, Cagliari is echt lekker, ja, het is daar mooi en zo. En lekker eten. En... Ik was er 2 jaar geleden op vakantie. Echt, ja. echt fantastisch. Ja, maar, echt wel. Maar dan zou je dan, wanneer zou je dat dan... Als je die kans hebt, zou je dan nu al gaan of zou je eerst seizoen afmaken hier bij Heracles en dan... Ik denk dat seizoen afmaken sowieso het verstandigste is. En dan is nog te zien welke ploegen er dan eventueel interesse hebben of niet, maar ik denk dat sowieso wel verstandig is om seizoen af te maken. Je gaat net lekker. 2 jaar, inderdaad, bij 2 jaar bij Utrecht, erin, eruit. Ja, wat was dat dan, hé? Want je bij Utrecht ook dan... Tweede seizoen had je maar 11 wedstrijden of zo? Of ja, precies. Gespeeld niet eens of in de basis... hoeveel wedstrijden in de basis had je gespeeld? Vorig jaar, denk ik. 8 wedstrijden of zo. We hebben wel 7 goals gemaakt dan daarin, maar ja, 8 wedstrijden op basis is gewoon te weinig. Dus, het was, ik heb ook natuurlijk wat blessuren gehad, maar het was zoals ik het zeg, erin, eruit. Iedere keer. Dan een wedstrijdje, dan weer een paar wedstrijden wachten en dan weer een wedstrijdje. Dus. Ja, dat is niks waard. Hey, maar wat doe je na het voetbal? Wat doe ik na het voetbal? Ja, ik zeg het, we hebben Duitse trainer natuurlijk nu. Yeah. Dus zijn lange dagen. Ja, hou van lopen. Dat ook. We hebben vaak om 4 uur nog 2 uur training. Dus om 6 uur stappen we in de auto daar. En ben ik 6:45 hier, moet ik soms naar de winkel. Dus ik zeg, veel meer doe ik niet meer buiten. Nee, ik zeg, ja, gisteren dan bijvoorbeeld vrijdag ook. Ben ik wel even naar Amsterdam gegaan, nog een hapje gaan eten met die, nog een paar jongens van Utrecht. Van Normaal, van Overheem, Maarten Paas. Nick Marsman zie ik af en toe nog, dus daar hebben we wel een gezellig groepje, dus die zie ik af en toe nog eens. En voor de rest, ja, veel tijd hebben we niet, hè? Nee, hè? Ah, met die Duitsers, joh. Die houden van lange dagen maken, hè? Ja. Dat is echt zo. Ja, maar we doen het ook goed, hè? Dus, hij heeft gelijk dan, hè? Ja, dan heeft hij gelijk. We kunnen er niks van zeggen. Klote zo, man. Dan zegt hij van, ja, maar kijk, in de laatste 10 minuten maken we het verschil. Ja, het is waar. Net dat extra beetje nog even. Ja, doe dus... Wat doe je van trainen? Kracht ook? Ja, veel kracht, hè. Ja? Ja, ik heb het elk jaar sinds... Ja, ik ben nog maar 5,5 jaar profvoetballer, maar ik heb het eigenlijk nu al op 5 jaar zo zien veranderen qua krachttrainingen en begeleiding en ja, dat is echt gigantisch veranderd. Maar ja, wel goed, ja. Ik voel me goed en ik voel me fit, dus ik hoop, ja, ik zeg het, als je alles goed doet, dan hoop je natuurlijk dat je daarvan kan profiteren en hopelijk ook nog een stap kan maken, dus... Maar je 5,5 jaar pas prof, hé. Is dit niet normaal? Dat is zo hard. En dan ben je gewoon topscorer. Dat is toch ongelooflijk, hè? Ik had het ook niet verwacht, 5,5 jaar geleden, maar... Ja, maar je scoort veel. Want ook bij NAC heb je ook veel gescoord, hè? Ja. 29 keer in 40 wedstrijden. Dus je bent echt al goaltjes diep. Maar hoe kan het dan dat bij Utrecht... Ja. De eerste jaar ging nog wel goed, toch? Geloof ja, ik? Maar... Bij Ten Hag, die hebben me natuurlijk gehaald. Mocht ik gewoon echt veel spelen. We speelden bijna elke wedstrijd. Ja. En toen is hij naar Ajax gegaan.
En dat was eigenlijk wel slechte timing voor mij. Ja. Dus toen ben ik eigenlijk op de bank terecht geraakt. Had ik minder vertrouwen. Wie werd trainer toen? Sorry. De Jong was dat. Jean-Paul de Jong, ja. En het was dan ook. Ja, er waren verschillende redenen. Ik speelde zelf ook niet goed genoeg. Ook als ik dan mocht spelen, dan wilde ik zo graag laten zien. Moet het gebeuren, dan mag ik volgende week misschien opnieuw spelen. En je weet ook hoe dat het gaat. Als je te hard wilt en dan ga je forceren, en dan ben je niet lekker aan het spelen, niet ontspannen aan het spelen. Dus ik speelde ook gewoon niet goed dan. En het was dan ook het systeem was 4-4-2 met eruit. Ja. Speelde ik zo half aan de linkerkant. Dan moest ik ook achter de back aanlopen. Het is zoals je zegt, ik ben een spits voor in de 16 meter. Rond de 16 meter ben ik op mijn best en daar kwam ik eigenlijk niet genoeg. Ik maakte wel mijn goals, maar mijn spel was gewoon niet goed genoeg op dat moment. Dan kwam Dick Advocaat. Dan mocht ik ook af en toe wedstrijdjes spelen, af en toe niet. Toen raakte ik eigenlijk zwaar geblesseerd. Eigenlijk zat mijn seizoen erop. Maar eigenlijk heel snel genezen. Na 3 maanden terug, toen kwam ik op training. Dick Advocaat, oh, jij bent er ook nog, zei hij. Nee, ben je? Echt, zei hij dat? Ja, dat had ik niet meer verwacht, zei hij. Toen heeft hij me 2 weken laten trainen. Toen zei hij, ja, doe het maar. Ga er maar in staan. En toen heb ik die laatste competitiewedstrijd tegen Heerenveen mogen starten. Toen scoorde ik ook. En toen heb ik gewoon heel de play-offs mogen spelen. Yeah. Dus toen hij het niet meer had verwacht, toen zei hij van des is doe maar, laat maar zien. En toen ging het goed. Toen 3 goals en 5 wedstrijden en we wonnen die play-offs van Europees voetbal. Dus, yeah. Ja, dat ging wel lekker. En waarom ben je dan wel verkocht? Wie kwam van de Brom? Nee, van de Brom was er nee. Ja, ja, van de Brom. Ja, van de Brom kwam. Ik had een goed gevoel erbij, want ik had mooi kunnen afsluiten. Ik dacht van ja, ik ga volle bak hier concurrentie aan. Ja. Europese wedstrijden zijn natuurlijk mooi. Dus ik denk van ja, ik zag het helemaal zitten. Ik zei, ik ga ervoor. Maar toen kwam eigenlijk Heracles. En die hadden ook gewoon een goed verhaal. Ik had echt een goed gesprek met de trainer daar. Ja. Echt goed, die hadden een goed verhaal. En die zeiden van ja, kijk, we kunnen geen garanties geven. Maar als jij gewoon je niveau haalt, dan ben je bij ons onbetwist nummer 1. Ja. Als je je niveau haalt. En ze zeggen, we doen geen beloftes, maar ja, dat verwachten we wel van jou. En toen dacht ik van, dit zou misschien wel eens kunnen zijn. Ja. En je weet natuurlijk, spitsen doen het goed de laatste jaren bij Heracles. En ik dacht van ja, misschien moet ik deze kans gewoon pakken. Okay. En er kwam er een deal uit, een ruil uit met Dalmau dan. Ja, ja. Want Utrecht wordt Dalmau. En toen was het eigenlijk heel snel gefixt. Ja, ja. Toen ging ik die kant op. Dus, En hoe ziet jullie dagen eruit dan bij Heracles? Is het zeg maar, omdat hij Duitse trainers houdt van werken, ook gewoon vaak 2 keer per dag trainen, hè? Ja, toch wel. En jullie spelen 1 keer in de week dan? Dus ja. Dan is het waarschijnlijk maandag en woensdag of zo, of maandag en donderdag. Ja, nu bijvoorbeeld, morgen en overmorgen, dat is dan woensdag en donderdag, hebben we gewoon 2 keer training. Dus ja, dat zijn lange dagen. Maar ja, hij is ervan overtuigd dat als we fit zijn, dat we daar op het verschil kunnen maken. Ja, het is ook wel zo. Nee, maar wat was die wedstrijd tegen Ajax? Ja. Je scoorde ook nog, hè? Ja, dat wel. Ging je lachen, hè? Wat was het? Ja, dat je moest... ja ik moest lachen, want ik zeg het inderdaad, in die wedstrijd, iedereen ziet hoe dat Ajax speelt. Ja. Het is gewoon niet normaal. Ja, het is gewoon... 2 weken daarvoor was het Utrecht, die hadden ook gewoon geen bal geraakt. Wij probeerden nog wel, maar... Ja, uiteindelijk, je hebt een plan en zo met die boys zijn zo goed. Die spelen er uiteindelijk toch door. Dus, ja. Maar je scoorde, er werd al gefloten, die wou je toch even scoren. Ja. Je lachen, zag ik eruit. Ja, ik zei het ook tegen die scheids, ik zeg van ja, ik heb toch even het gevoel dat we toch nog een goaltje naar Arena hebben gemaakt. Ja. Dus Onana kon er ook mee lachen, maar dan 10 minuten later maakte ik hem wel. Dus ik denk misschien daar al even een klein metaal voordeel gehaald. Ja, dat vond ik wel mooi, want ik zag jou zo lachen. Want ik dacht, die gozer die heeft totaal hoeren. Dat vond ik wel mooi. Ik zeg het, wat moet je doen? Je staat wel 3-0 achter mij, wat moet je gaan huilen? Nee, het is eigenlijk gewoon echt goed. Dus. Ja, ik kan niet anders. Ben je een beetje van de humor in de kleedkamers ook? Ja? Doe je een beetje ouwe hoeren? Ja, toch wel. We hebben nu ook wel echt een goede kleedkamer daarvoor. Ja? Echt, ja, ik zeg, ja, vorige week was ik dan, als ik speler van de maand geworden bij Fox. En die boys ook, die hadden me aangepakt. Hoor. Ik kom terug in die kleedkamer. En ze stonden allemaal zo'n beetje buiten aan de gang zo rond te kijken. Ik zeg, wat zijn ze allemaal aan het doen eigenlijk? Want ze hadden nog bespreking of zo. Ik zeg, wat zijn ze aan het doen? Kom ik binnen in die kleedkamer, hadden ze al mijn voetbalschoenen hadden ze vastgeknoopt. Nee. En zo'n slinger van gemaakt.
door heel de kleedkamer, dat is er opgehangen. Dus ik zeg van, dat meen je, mijn kleren helemaal ingetaped, mijn tasje helemaal vastgetaped, ik kon nergens aan. Jezus, man, dat is niet normaal. En stonden ze allemaal te filmen, allemaal lachen, ik zeg ja. En wie is dan de aanstichter ervan? Wie is dat de meest grappige van het elftal? Wie doet zulke dingen? Ja, nu denk ik dat Dario van den Buis was, die ertussen zat. Ja. Maar er zijn maar een paar hoor. Hardeveld zat erbij, Prupper zat erbij. Oh, ja. Er zou één zo'n groepje zijn. Ja, die echt waar. Is het, daar waren ze wel snel bij dan. Dat, maar ik zeg het, je moet ermee lachen. Ik vind het wel leuk zo'n dingen. Dat, lekker man, maar dat is belangrijk hè. Ik heb liever dat ze zo zijn dan als ze zeggen, oh speel van de maal, oh goed bezig, wauw. Ja. Nee, liever dat ze me even aanpakken. Klootzakken. Dus jij was speler van de maand en hebben ze al die kleren vastgemaakt. Ik nog een half uur bezig met al die schoenen, al die veters los te maken. Maar wat zei je? Ik word nog geen speler van de maand. Ja, ik zeg jij jongens, de volgende keer niet meer doen. Maar. Geen premies voor jullie jongens. Ik ben hier degene die scoort. Dus respect. Ergens ben ik, dat krijg ik zeker niet aan. Deze pakken maar, maar ik vind het wel lekker. Liever zo dan omgekeerd. Ja, natuurlijk. Absoluut. Dat is belangrijk. Als je gewoon een goede groep hebt, die plezier maakt jongens. Echt. Goede sfeer. Ja. Als je een paar van die klootzakken erbij hebt, dan denk ik, ja, rot op man. Ja, nee, dat is het. Ja. Maar dat moet ik echt zeggen, dit is een van de eerste keer dat ik eigenlijk zo'n groep heb, hoor, dat eigenlijk iedereen gewoon chill is. Hmm. Dat is echt, maar is ook wel gewoon leuk, ook voor jonge jongens, als ze erbij komen en zo. Dat is ook gewoon super chill. Ja. Iedereen is rustig, iedereen. Okay. Jij niet uit de hoogte doen en zo. Ja, precies dat. Gewoon, maar jullie doen het goed, 7e plaats nu, hè? Ja, het staat dicht bij elkaar allemaal, maar het gaat goed. Dus, Netjes man. Hey, wat club zou dan ook voor jou wel passen, als je in Nederland zou blijven? Goh. Dat is moeilijk. Hoor. Top. Welke club zou het beste bij jou passen? Zeg maar Feyenoord, PSV, Ajax. Ja, ten eerste zijn allemaal wel mooie clubs, maar Ajax is op dit moment buiten categorie. Hè. Die halen basisspelers weg uit de Premier League, met Tadic, met Blind en zo. Dus dat is buiten categorie. Maar ja, PSV is wel, vind ik wel heel leuk, club. Dus een beetje. Brabantse, Belgische sfeer. Ja, ik vind Brabant is echt tussen de rest van Nederland en België in. Dat is echt een mix. Ja, dat merk ik ook. Zijn dat genieters, hè? Ja, precies. Die mensen daar. Ja, Feyenoord, de Kuip vind ik ook echt fantastisch. Maar AZ vind ik ook, die spelen zo leuk voetbal. Ja, AZ spelen zo leuk. Ben je wel een beetje van het stappen? Ja, ik hou er wel van, maar het kan niet vaak natuurlijk. Nee. Dat is het, dat vind ik wel jammer. Ja, je moet opofferingen maken in voetbal, maar natuurlijk liever voetbal ik, maar ja, ik hou wel van af en toe wel eens uitgaan. Ja. Bij Breda doet het wel vaker, ja, dat is natuurlijk Jupiler League, dat speel je vrijdagavond. Ja, dan heb je het hele weekend nog, dan kan het wel. Ja, precies. Ja. Dus dan ging we vaak wel nog even de stad in. Dan, op het trainingscomplex gingen we dan slapen. Ja? Ja, kregen we de sleutel en de code van het alarm van de materiaalman. Daar had ze allemaal van die stapel bij, dat is wel slaapruimte. Dus wij allemaal s'nachts op met de taxi terug naar het trainingscomplex gingen we daar met de deur open. Gingen we daar slapen in die bed en s'ochtends op de deur, tok tok tok. Oh, jongens. Iedereen wakker, snel de kleedkamer in, omkleden. Net op tijd voor het ontbijt. Ah, ze waren wel mooie tijden. Man. Ja, maar dat is toch mooi man, dat zo kan joh. Ik ben blij dat ik het meegemaakt heb. Ja. Dat is echt, dat is niet normaal. Maar tegen VVV had je 3 goals, 2 assists tegen. Ja. Dat was lekker, hè? Ja, dat was wel een lekkere wedstrijd, hè? Niet normaal. Lukte allemaal. Ja, soms heb je dat, hè? Ja, nee, precies. Ja, precies dat. Dan gaat alles, dan lukt alles in één keer, jongen. Dat is ongelooflijk. Ja, het ging goed. Het ging vlot. Ik zei, ja, hat-trick is altijd lekker. Want ik zat toen 2 goals, 2 assists en ik was echt tegen die boys bezig van, hey, ik moet nog een derde maken. Ja, ik zei, jullie moeten me helpen, want anders denk ik, ja, 2 goals, 2 assists is ook mooi, maar hat-trick is toch speciaal. Maar zeg je dat dan in de wedstrijd? Van, kom op jongen. Ja, sowieso. Ja. Want je kent het wel, als je 5-0 voor staat, dan beginnen de jongens, zeker achterin op middenveld, beginnen een beetje te tikken. Maar die gaan niet meer naar voren. Dus ik zeg, hey boys, hey. Zo niet beginnen. Op naar voren zeg ik. We moeten nog een goal maken. Niet dus, rustig aan de hup, nog eentje erbij. Ja, dat is het. En toen viel die derde. Toen was ik wel echt. Ja, toen was ik echt bij als een klein kind. Echt waar. Mooi toch? Ja, mooi. Ja, dat was de tweede hat-trick die je scoorde, hè? Ja, tweede in Nederland, ja. In Nederland? Ja. Ooit nog eentje in België gemaakt in de beker. Dat was al lang geleden, dus vijf jaar geleden. Maar je hebt in de beker ook al 2 liggen, hè? Ja. Zo, hoe kan het dan in één keer zo, dat het zo loopt? Waar ligt het aan? Aan vertrouwen of een trainer of positie waar je zit? Ja, of? Sowieso terug. Mijn vertrouwen en mijn zelfvertrouwen zit wel terug goed. En ook gewoon, ja, ik mag gewoon elke week spelen. Ja. Dus dan is het gewoon lekker, kan je in je ritme komen. Voor het eerste 4 wedstrijden van het seizoen liep het niet echt bij ons. En ook niet bij mezelf. Ik had toen 1 goal denk ik in de eerste 4 wedstrijden.
Maar dan laat hij mij gewoon staan. En dan kom je gewoon in je ritme. En de eerste wedstrijd is oké, dan wordt het beter. En uiteindelijk kom je gewoon in goede vorm. En nu ben ik in goede vorm. Ja. Dus ja, het is gewoon logisch dan, denk ik. Ik denk dat Utrecht zich wel achter de oren krabt nu. Ja, dit moment. Ja, toch? Ja, ja, Utrecht is ook een mooie club. Maar kijk, het speelt nu gewoon... Ja, kloten toch onder Van de Brom. Van de Brom, ja. Dus het is gewoon... Ja, we gaan het zien, hè. We moeten nu tegen hem. Ja, je moet nu, hè, tegen, ja, dit weekend. Oh, waar, uit of thuis? Thuis. Oh. Thuis zijn we wel sterk, dus ik hoop, ja, ik hoop dat we dat kunnen vasthouden. Ja, 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 ja. Hier, oliebollen. Lekker oliebollen, jongen. Ja. Wie is de beste speler waar je mee gespeeld hebt tot nu toe? Oef. Dat is een moeilijke. In België heb ik met Hans van Aken gespeeld. Ja. Die speelt nu bij Brugge in Champions League, doet hij het heel goed. Die werd ook even genoemd bij Ajax deze zomer. Ja, 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 ja. Die was echt ongelooflijk, maar ik denk dat Labiat qua talent dat het beste is. Labiat? Ja? Die was niet normaal. Kleine freggel. Die kon doen wat hij wilde met die bal. Die was zo goed. Ik ben ook blij dat hij nu... En nu is hij, heeft hij wel wat last, maar ja, ja, dat hij terug zijn kans kreeg bij Ajax. Ja. En liet hij het ook gewoon zien. Ja, dus dan denk ik ook van, ja, hij is gewoon goed. Dus daar wist ik van dat hij gewoon goed ging doen. Hij is goed, hoor. Ik gewoon zeg, echt goed. Toen ik bij PSV kwam, was hij net 16, geloof ik. Ja. Zat hij al het eerste. Tenminste bij de selectie. Maar toen zag je al op de training. Oh, schiet die, jongen. Schieten is niet normaal. Ongelooflijk. Na training, wij bleven dan nog ballen schieten. Dan schoot hij gewoon, alleen de eerste drie ballen schoot hij mee. Maar die schoot hij zo fantastisch binnen, zei hij. Ja, boys. Ik ben naar binnen, zei hij. En wij maar schieten. Ja, oefenen. Ja, beste trainer? Ten Hag. Ten Hag, hè? Ja, is goed, hè? Ja, ja. Ik zeg het, bij Ajax dat eerste half jaar kreeg je superveel kritiek. En ja, zelfs nu nog, dan krijgt hij het bepaalde hoeken nog altijd heel veel kritiek. Ja. Maar wij wisten bij Utrecht allemaal van, ja, geef hem één voorbereiding om te werken met die groep. Ja. En dan gaat het lopen. Ja, en ja, het is wel gebleken. Ik denk dat Ajax, ja, nu nog altijd gewoon zo draait. Dat is echt niet normaal. Ja, het is ongelooflijk. Echt, wat jij zegt, van dat in het begin zoveel kritiek op hem hadden. Ook hoe hij praat toch. Ja, zo. Precies. Jongen, als hij goed is voor de groep, hé, alsjeblieft. Hé. Oh, ja, ja. Ja, ze gaan dingen zoeken dan, denk ik. Ja, van, als geen Ajax-coach, hij praat niet mooi en geen stoere taal. Wat toch op, man. Daar gaat het toch helemaal niet om. Nee, het gaat om functioneren van de elftal. Ja. Nou, en nu zijn ze bang als hij weggaat. Nou, zitten ze allemaal, ja, we hopen dat hij nog een paar lange tijd blijft. Hoor. Maar in het begin zijn ze oprotten met die gek. Ja, maar dat kan toch niet. Maar jij weet ook hoe dat de voetbal werkt. Ja, zo gaat dat. Dan gaat links en rechts op. Dus. Ja, ongelooflijk, man. Ben je een beetje... Oh, je goed contract bij Heracles, hè? Wat samen, jongen! Hey! Voor niks, man, alles, hè? Nee, maar dat is wel mooi. Wat heb je gedaan met je eerste geld? Wat heb je gekocht? Die Rolex gekocht? Nee. Toen heb ik een leren jas heb ik daarvan gekocht. Ja? Ja, die heb ik nog altijd trouwens. Ja, dat is dus mooi. Het is een goede investering. Ja, maar dat is mooi. Man. Ik heb ook altijd het idee van, deze moet ik wel houden. Ja, deze heb ik voor mijn eerste salaris gekocht. Ja. Dus, ik heb dat ook, ja. Ben ik ja, die moet je houden ook, hè? Want als je hem wegdoet, breng ongeluk. Die moet je gewoon houden. Ja, precies. Ik vind al zit er een gaten erin, houden. Zo moet ik echt in mijn hoofd, hè? Dat die wil altijd houden. Ik heb dat ook nog, zo'n koffertje gekocht toen. Voor het eerst bij Inter, van mijn eerste Intergeld. Kocht ik zo'n koffertje van de Louis Vuitton, weet je wel? Ja. Die heb ik nu nog. Maar dat is alweer een hele tijd geleden, maar die valt bijna in de kamer. Die hou ik, die zet ik gewoon ergens in een kast. Ja, dat is het. Ja. Maar die wil ik gewoon houden. Ik hoef hem niet te gebruiken. Dat is toch ook een mooie herinnering. Ja, ik kijk, ja, precies, kijk waar dat ik is toen het. Was. En ja, dan, ja, kijk wat ik nou zit. Nou heb ik de tas van Aldi. Zo, ga je me afzetten, jongen, want het is weer lang genoeg geweest, hè? Ja, dat is goed. Mooi. Maar jongen, bedankt, man. Er is het gaat succes. Ja, jij bedankt dat ik mocht langskomen. Tuurlijk. Ik vond het heel leuk. Ik vond het mooi dat je daar kaart, kaart. Oh ja, kaart, neem die kaart mee. Waar heb je er wel? Oh ja, die. Mooi hoor. Nou, super. Hey, dank je wel. Rustig aan, maat. Ja, sowieso. Hey. We houden contact, ja? Ja, sowieso. Okay. Ik laat je ook wel weten voor de serie. Is goed, vriend. Rustig aan. Dank je wel. Later. Jongens, dat was Cyril. Leuke gozer, man. En hij doet het goed, wat ik al zei, topscorer samen met Malen. Goeie jongen. Gewoon, geen poeha en zo. Dus mooi. En ik hoop dat hij nog meer gaat scoren. En we zullen het zien allemaal. Wil je zijn shit winnen? Dan weet je het. Wat je moet doen, even abonneren als je geabonneerd bent. Dan is dat super en dan hoef je niet opnieuw te abonneren en zo. Dat is onzin. Maar dan wordt gewoon een winnaar uitgekozen. Maar je moet wel geabonneerd zijn.
wil je dit shirt kunnen winnen. Die kaarten, ja, die kan ik helaas niet meer versturen, want die passen niet in de brievenbus. Maar in ieder geval bedankt voor het kijken. En ja, wat ik zei, wil je hem winnen, even abonneren. Later!